Na het overlijden van Jan Desbouffry is er een complexe strijd ontstaan binnen de familie. Dochter Nicole en zoon Jean-Marc, uit het eerste huwelijk van de interieurontwerper, zijn verwikkeld in een juridisch proces tegen Monique, de weduwe van hun vader, en zijn andere twee kinderen Jan Junior en Bo. Hoe staat het er nu voor met de zaak? Nicole geeft een update. De opbrengst van de woning van wijlen Jan Desbouffry gaat rechtstreeks naar de erfgenamen. Maar de strijd over wie welk deel krijgt, is nog steeds aan de gang. De verkoop verloopt niet via mij en mijn oudere broer Jean-Marc, legt Nicole uit aan het Weekblad Weekend. We zijn daar niet mee bezig, zolang de verdeling maar eerlijk is. En dat moet nog blijken. Ondanks pogingen om tot een overeenkomst te komen, zijn ze er nog niet in geslaagd. Dat is wel de bedoeling, maar we hebben nog veel tijd, tot kerst. Dan moeten we uiterlijk beslissen over de gerechtelijke procedure. Volgens Nicole heeft iedereen in de familie de strijd even laten rusten. Er gebeurt nu even niets. We laten alles zoals het is. Iedereen heeft nu rust en dat is prima zondag. Nicole heeft eerder al laten weten dat ze de zaak treurig vindt. Dit is echt niet wat mijn vader bedoeld heeft, zei ze tegen Weekend. Ik zeg wel eens, hij draait zich om in zijn graf. Echt niet leuk voor die man, dit. Veel mensen denken dat Nicole geen contact had met haar vader, maar dat klopt volgens haar niet. Ik had geen contact met Monique, verduidelijkte Nicole. Ik heb al 30 jaar geen contact met haar, maar ik lag de laatste week in het bed van Jan, niet zij. Dat zegt wel genoeg, denk ik.